De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen dus. De weg krijgt verder over de hele lengte 2x2 rijstroken. Tussen de aansluiting Professor Kamerling-Onnesweg en Tilburg komt ook een busstrook. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km per uur, ook waar nu nog 120 km per uur mag worden gereden. De aansluiting van de A59 met de N261 wordt aangepakt. Alle stops, zoals verkeerslichten, verdwijnen. De aanpassingen zorgen ervoor dat het verkeer op de A59 gewoon kan doorrijden en dat tegelijkertijd het verkeer naar de Efteling en Sandonk soepeler verloopt. De N261 wordt hier half verdiept aangelegd in een tunnelbak. Bovenop de tunnelbak komt een zogenaamde turborotonde. De N261 wordt ongeveer 50 meter naar het westen verschoven. Er komt een nieuw fietspad tussen het centrum van Waalwijk en landgoed Driessen en een fietsviaduct om de N261 over te steken. Ten zuiden van de Bevrijdingsweg komt een kwart klaverblad. De Europalaan kruist de N261 met een viaduct en aan beide kanten komen verkeerslichten. De N261 wordt ook hier half verdiept aangelegd en het geheel schuift ongeveer 15 meter naar het oosten. Er wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen de Kasteellaan N261 en de Bergstraat. Daarmee wordt het centrum van Loon op Zand definitief verlost van het doorgaande verkeer. De ombouw van de N261 zorgt voor verlies van landschap en natuur. Dat wordt echter gecompenseerd. Ook wordt over de N261 tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel een natuurbrug aangelegd. Een nieuwe verbinding tussen Landgoedhuis Ter Heide en Loonse en Drunense Duinen. De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand werken nauw samen om met een aannemer de ombouw van de belangrijke N261 tot een succes te maken. En dat blijft zo. Tot het klaar is, in 2015. Meer informatie op www.brabant.nl/n261.